sokağın başını terk etmiyor. Sokağın... Maar ik ben in ieder geval de cameraman kwijt. Dat is het belangrijkste. Maar goed, we hebben nog de telefoon en ik kan vertellen dat het nu weer rustig wordt. Het lijkt of de ME daar nu... Nee, die blijft daar dan toch wel staan. En dan rukken de demonstranten weer even op. Maar nou komen ze weer terug. Met vlaggen, er wordt geschreeuwd. Mensen gaan weg in steegjes. Er zijn daar auto's. Probeert daar nu een auto door de mensen heen te rijden. Doet dat toch niet? Doet dat toch niet, zou je zeggen. Maar dat is te gevaarlijk, omdat er zoveel mensen in paniek aan het heen en weer sprinten zijn. Gelegd bij het consulaat worden mensen nu echt weggedreven naar West-Laak. Je hoort misschien op de achtergrond de paarden en het demonstreren. Ik ben gelukkig op dit moment even achter de linie van ME weten te komen. En ik, nou ja, ik sta er een 10 meter achter. Maar ik kan goed zien dat het gaat. Kranten worden nu weggejaagd. En gaan ze ook weg? Of bieden ze weerstand? Gaan weg. Ja, nee, dat is ze kunnen weinig weerstand bieden tegen de ME-wagens. De hekken worden aan de kant gezet. En de ME-wagentjes, de bussen, die rukken op richting Westlaak, links en rechtsaf. Om de demonstranten echt weg te drijven. En dat is nu in volle gang. Het is hier nu... Voor het consulaat helemaal leeg, althans wat demonstranten betreft. Maar het staat dus vol met busjes van de ME. Ik loop eventjes wat verderop. Ja, Kees, even misschien voor jouw informatie. Wij zien op dit moment beeld van onze eigen cameraman. Wij hebben contact dus met hem nu ook met een beeldverbinding. Wij zien het gebeuren op dit moment. Oké, nou dan hoop ik dat we hetzelfde zien. Ik zie daar een groepje paarden. Komt nu weer terug. Ik ga eventjes een veilig plekje zoeken, want dit gaat er allemaal wel verschrikkelijk uit en toe. Klim eventjes dat ik niet zelf pas word gereden. Ja, de paarden nemen een positie. Dan, de politie lijkt toch nou inderdaad weer wat meer in actie te komen. Wagens, paarden en ze rukken op, waterkanonnen. Dit is beeld dat van een Turkse zender komt, Lucia. Ja, de TRT. Ja, die laten dit nu op dit moment zien, de Turkse staatstelevisie. Ja, alleen zij staan inderdaad... En wat staat daar dan, Hollanda Chitkin? Ja, de lelijke blokkade van Nederland. Dat is letterlijk vertaald, maar het optreden van Nederland. En dat niet kan natuurlijk. En daaronder kan ik het niet echt goed zien, want moet ik even... Jij kan het wel voorlezen, maar Turks is niet heel erg geweldig. Ik zie dat de Turkse minister van Familiezaken zegt dat hoe zij is behandeld inderdaad, dat dit absoluut niet geaccepteerd kan worden. Dat is het onderzet. Matthijs Holtrop op de Westblaak. Klopt, ja, de bereden politie heeft zojuist opnieuw enkele charges uitgevoerd. En dat gaat op de Westblaak op volgt. Er staat een groot hek in het midden die de scheiding tussen beide weghelften aangeeft. Dat betekent dat paarden dus eerst de ene helft van de weg hebben schoongeveegd, vervolgens konden draaien en de andere helft hebben meegenomen. En de mensen die dan toch... Matthijs, het spijt me, ik ga je onderbreken, want burgemeester Abu Talib komt eraan. Dus daar gaan we even naar luisteren.